Welkom bij de 26e aflevering van het Haarlems Kwartier. Al een jaar lang het enige televisieprogramma over jouw stad. Met in deze uitzending aandacht voor de volgende onderwerpen. Steeds vaker agressie tegen vuilnismannen. Koningin opent gerenoveerd provinciehuis. Muggenziften vanaf het stationsplein. PR-dames presenteren debuutalbum. En in Van Geen Wijken Weten, de Vijfhoek. Huisafval dat op straten blijft liggen. In Haarlem een bekend beeld. Zo wordt het vuil dat bijvoorbeeld op Pinkstermaandag werd aangeboden, pas de zaterdag daarop opgehaald. Het is nu maandag, tweede Pinksterdag. Ik hoop dat ze naar morgen komen leven. Het probleem is dat er mensen te veel naast zetten. De bakken kunnen niet meer dicht, zoals jullie ziet. Er ligt er zelfs een worst bovenop. Mensen die kwakken het er gewoon naast. Op het moment dat die bakken vol is, dan kwakken ze ernaast. Waarom zet u het vuil buiten als u weet dat het niet wordt opgehaald? Ik wil het sowieso weg hebben. En je huis gaat op een gegeven moment ook stinken. En ik heb hier geen container of zo. En dus, je hebt hier geen voortuin. Dus... Kom op, je hoeft toch niet voor alles en nog wat te bellen. Dit weten ze. Ze lezen ook het Haarlems Dagblad, als het goed is. I'm your garbage man, coming down your street. Gemeente Haarlem wilde niet voor de camera reageren. Een woordvoerder zei in het voorgesprek dat het tijdens de feestdagen wel eens misgaat door de nieuwe toepassing afvalophaal. Het vuil wordt dan op zaterdag in plaats van maandag opgehaald. Met Pasen bijvoorbeeld bleek deze periode te lang. Er is nu via krantenpublicaties extra aandacht hieraan besteed. Spaarne zal bovendien hinderlijk vuil tussentijds weghalen. Toch is niet iedereen op de hoogte van deze regeling en is er over het algemeen weinig begrip voor de vuilnismannen en krijgen zij steeds vaker te maken met agressie wat hun werk er niet leuker op maakt. Het Haarlems Kwartier rijdt een dagje mee met Ruud Eilstra, voorman bij Spaarne. Omdat mensen gewoon denken van, ja, gooi me naar buiten. En die jongens nemen het mee en laten we het liggen en dan ben je weer 10 meter verder en dan komen ze achter je aan. En wat vindt u ervan dat uw medewerkers soms te maken krijgen met fysiek of verbaal geweld? Ja, helaas hebben wij daar bij Spaarne ook mee te maken. We zien dat in de verharding van toch het verbaal geweld binnen de maatschappij en ook fysiek geweld binnen de maatschappij. En vaak... de burgers zetten even een auto op straat neer en wij kunnen ons werk niet doen omdat we met die grote vrachtwagens niet toch door het toch vaak smalle centrum van Haarlem kunnen. En dan gaat regelmatig de middelvinger omhoog of je moet je mond houden, dan zeg ik het nog netjes. En je hebt mensen die lopen hem op en zo, daar reageren gewoon niet op. Maar je hebt mensen die blijven gewoon aan de gang en die gaan helemaal uit hun dak. En dat is gewoon het ergste wat er is en dat kun je eigenlijk niet tegenveren ook. Hoe vaak gebeurt dat dan? Gemiddeld toch wel 1-2 keer in de maand. Dat je dat allemaal meemaakt met die mensen die dan allemaal uit de dak gaan. En voor helemaal niks. De opdracht van onze mensen is, accepteer het maar. Maar het kan ook te gek. En dan, als het te gek gaat, dan zullen zij een klacht bij ons indienen. Laat ik het zo zeggen. Dan zullen we er werk van maken. Dan komen we bijvoorbeeld in de Witte Herenstraat aan rijden. En daar staat een auto geparkeerd die er absoluut niet staat. Een heel smal straatje. Waar je met je vuilniswagen niet doorheen kan. Dus ik sta te wachten, te kijken. Niemand te zien. Dus ik toeter een paar keer. Komt de man naar buiten, weet u van wie die auto is? Nee, weet ik niet. Nog een paar keer toeteren. En komt er een grietje van een jaar 20 naar buiten met een hondenknuppel. En die begint gelijk te buiken op die jongens. Dus jij en die jongen die wordt keihard op zijn arm geslagen en alles. Dus ik mijn auto uit, de knuppel afgepakt. Dat meisje hier de hal ingedouwd, politie gebeld, aangifte gedaan. Maar je hoort er nooit meer wat van. Handhaving is heel slecht. We hebben totaal geen medewerking daarvan. Van de politie niet, van de milieupolitie niet. Dat is heel slecht geregeld. Was vroeger dat we gemeente waren, was dat veel beter dan nu een particulier bedrijf zijn. Het is gewoon zo. De enige handhaving die ik hier in de buurt zie, dat is parkeerhandhaving. Als er voor gebeld wordt. Maar vuilhandhaving, nooit gezien. Ik spreek mensen daarop aan. En samen met mijn buren ruimen we hier de boel regelmatig op. Dan vegen we de boel bij elkaar. En stoppen het erin. We kijken wel eens naar of we een adres kunnen vinden tussen de rommel. En dan spreken we de mensen op aan. En dan soms krijg je een grote mond. En soms zijn mensen begrijpend.
Maar wij doen in ieder geval ons stinkende best om het afval van de straat te verwijderen. En ook de afvalinzameling, maar ook de straatreiniging zo goed mogelijk te verzorgen. Zodat we schone straten hebben in Haarlem. Oh ja, daarentegen is het heel erg vak, want we zijn vrij. We kennen onze eigen tijd inrichten. We gaan half wacht van de trein op en we zijn eigen baas, ons water. We kunnen koffie drinken wanneer we willen. Als we maar zorgen dat die dag het vuil gewoon weg is. Het is gewoon een fantastisch leuke baan. Vrijdag 29 mei was het dan zover. Na 2 jaar restaureren met een totaalbedrag van 18 miljoen euro... werd het paviljoen Welgelegen, ons provinciehuis, feestelijk geopend door de koningin. Onder luid applaus werd zij ontvangen door haar commissaris van Noord-Holland, Harry Borghouts, en burgemeester Bernd Snijders. De leerlingen van de Bos- en Vaartschool waren er ook bij om de vorstin te verwelkomen. Majesteit, leden van Provinciale Staten, leden van Gedeputeerde Staten, over de zeer gewaardeerde gasten. Hartelijk welkom in ons geheel gerestaureerde Welgelegen. Een bijzonder woord van welkom voor u, Majesteit. We zijn zeer vereerd en verheugd dat u vanmiddag bij ons wilde zijn en bereid bent Welgelegen officieel te heropenen. Kunstenaar Michel van Overbeke, die de prijsvraag won om de nieuwe kroonluchters te ontwerpen, gaf hierover enige uitleg. Hierna opende de koningin het provinciehuis officieel met de onthulling van een bijzonder wandkleed. Wat niet in één keer lukte. U heeft zich onder andere bezig gehouden met de kroonluchters hier. Hoe is dat gegaan? Er zijn verfontwerpers gevraagd om een ontwerp in te leveren. En dat hebben wij beoordeeld. Maar waarom we dit ontwerp hebben gekozen is juist omdat het zo fantasievol was, zo speels en ja. Zo. Wij hebben er iets extra's aan toegevoegd. Ja. Ik vind het prachtig, het verveelt nooit. Ik ben heel erg tevreden. Ik ben Martijn en ik wil graag muggen siften over het nieuwe hekje bij Haarlem Centraal. Regelmatig kom ik met de bus hier en je stapt de bus uit en je komt direct voor het dilemma. Hey, hekje, hoe moet ik er omheen? Ga ik linksom, ga ik rechtsom? Vervelend als de bus in het midden stopt, dan is het precies even ver. Ik kies er zelf vaak voor om er overheen te springen, want ja, het omlopen is kut. Het duurt lang. Als ik haast heb, ik wil zo snel mogelijk bij mijn trein zijn. Dus ik ga voor het springen. Mijn wens is een doorgang maken in het midden. Dat wanneer mensen de bus uitstappen, gewoon in één keer het station binnen kunnen lopen. Voetgangersoversteekplek, dat het wel veilig blijft. Dat ze niet plat worden gereden door de Zuidtangent. En dat lijkt me de beste oplossing, want dit is ook niks. Ik sta hier vandaag op een van de grootste trekpleisters van Haarlem en omgeving, Bloemendaal aan Zee. Normaal gesproken vol met mooie jongens, mooie vrouwen, maar vandaag gaan wij naar een cd-presentatie kijken van de dames van PR Theater. PR is, dat staat eigenlijk voor een vrouwelijk duo, Pascal, P van Pascal en de R van Rebecca. En wij maken Nederlandstalige liedjes helemaal zelf in een theatraal jasje. Ook al hou ik van een rete goed verhaal. Waarom deze muziekkeuze? Ja, dit zijn wij gewoon. Maar ik heb de CD even geluisterd. Ik heb een ontzettend mooie ballad gehoord. Ja. En waarom in het Nederlands? Keuzes. Ik heb geen idee. Nederlandstalig hoor je toch... Ja, je hoort het wel. Maar dan ga ik al gauw naar de paling. Zou de woorden willen vinden. Ja, weet je, het is wel iets nieuws, denken wij. Van het kleinste mooie woordje tot het...
vulgaire teksten gehoord op die cd. Over tampontouwtjes. Ja, dat klopt. OB Blauw. Oh, wat voor merk hebben we nog meer? Bliep! Zit er ook echt een duidelijke boodschap in die nummers? Niet een speciale boodschap. Sommige liedjes zitten wel echt, zit wel een verhaal achter. Ook wel wat anderen meemaken. Goh, dat je daar ineens het over hebt van, joh, dat zal je toch gebeuren of zoiets. Het is wel een mooie inhoud om mee, om iets mee te doen. En wat de dames precies daarmee doen, dat lieten ze zien tijdens hun theatrale show op zaterdag 23 mei aan de gasten van restaurant Ripper. Doordrongen van het feit, we zien stapels paarse hoesjes, de CD is werkelijkheid. In Van Geen Wijken Weten zijn we deze keer in de Vijfhoek. Deze wijk wordt begrensd door de Raamvest, Oranjekade, Barrevoetenstraat, Botermarkt en de Grote Houtstraat en telt zo'n 1600 inwoners. Het is een van de meest gewilde wijken omdat door renovatie het historisch karakter teruggebracht is. Het unieke saamhorigheidsgevoel bestaat er nog steeds. Buurtbewoners organiseren het Jopenfestival, de Kunstroute en hopen dat hun volkskerstzang terugkeert. We gaan op stap met Piet Klompmaker, die zich hard maakt voor zijn Vijfhoek. Ik ben Piet Klompmaker. Ik ben inmiddels gepensioneerd politieman. En toen ik gepensioneerd werd in het jaar 2000, toen wilde ik graag betrokken raken bij de wijk. En toen heb ik in de wijk, de Vijfhoek, heb ik een krantenwijk op me genomen. En omdat dat prima ging, werd het op laatst 3 wijken. Vaak als ik de krant kwam brengen, dan ging de deur open. En dan werd er eerst even een praatje gemaakt. Ja, en dat is leuk. En aan de hand daarvan heb ik dus een column gekregen in het wijkblad, het binnenblad. En toen ben ik dus in 2001 begonnen met die column. Schrijven over de wijk, wat je tegenkomt, wat je niet zint. In de hoop dat de gemeente dit ook leest en er wat aan gaat doen. En ik maak ieder weekend, voor het weekend maak ik de stoep schoon, vrij van rotzooi. Omdat hier glasbakken en papierbakken in de buurt staan en nogal veel zwerfvuil met de wind deze kant op blaast. Het hoort dus wel door de gemeente gedaan te worden, maar het liefste zag ik net als vroeger, dan moest iedereen voor zijn eigen huis zijn stoepie schoonmaken. Dat was een verplichting, want als je dat niet deed, dan kon je een prent oplopen. Nee, dat begon met de krantenwijk, weet je nog? Ja, ja. En toen het schrijven in het binnenblad, ja, zo is het gekomen. Maar dat hebben zij ook gelezen. En, Nee, ik vind dat heel leuk. Dat is fantastisch. Ik volg je. Oké, bedankt. Tot ziens, hè. Dag hoor. Hey poes. Ja, maar hoe zit het nou? Ik dacht dat de Vijfhoek bij uitstek een juppenwijk is. Ik dacht dus eerst dat ze 's morgens weggingen, 's avonds weer terugkwamen, allebei werken. Dus weinig betrokkenheid bij de wijk. Nou, het tegendeel is waar. Ze zijn echt fanatiek bezig om de wijk goed op poten te zetten. We gaan nu naar het weetje van de wijk. En dat is een open hofje aan het einde van de Lange Annastraat. En daar zit een fantastische tuin is daar gemaakt. En dat moet u zien. Die tuin heb ik ontdekt omdat ik daar in dat open hofje ook mijn kranten moest brengen. En dan was in dat hofje, bij die tuin, nam ik altijd even 10 minuten rust. Men zorgt hier echt goed voor de wijk. Men is saamhorig. Ja. En natuurlijk, al dat zwerfvuil moet opgeruimd worden. En niet iedereen veegt zijn eigen straatje schoon. Dus er blijft altijd vuil over wat dan weer wegwaait. De wijk in. En dat moet schoon.
Neem we bijvoorbeeld hier de koffieshop. Dat was eerst een café, dat is koffieshop geworden, waar men een strootje kan roken. Ik vind juist, als oud-politieman zijnde, dat dat vrijgegeven moet worden. Ja, want dan heb je een plek waar jongeren die anders hun strootje roken, in de gemeenschap, in de buurt, bij elkaar klitten, die hebben hier een plaats waar ze terecht kunnen. En dat is beter dan van dat af te stemmen. Bereik je nou wel eens wat met je columns in de Wijkkrant? Jawel. Een stukje geschreven over dat er in de toren van de Nieuwe Kerk niet meer gevlacht werd. Men durfde niet naar boven omdat de trap schoongemaakt moest worden. Nou, de trap is nu schoongemaakt en er wordt weer gevlacht. Zou je ooit uit deze wijk weg willen gaan? Nee, ik zit hier prima. Ja, ik heb connectie met de mensen. En ik woon in een prachtig huis met een fantastisch uitzicht. Of er een engeltje over je tong pietst. Dit was weer het Haarlems Kwartier. Bedankt voor het kijken. Wil je ook muggen ziften of heb je tips voor de redactie? Mail naar redactie105tv@haarlem105.nl. Bellen kan ook 023 531 6161. Alleen tijdens kantooruren. En graag tot het volgende kwartier.